Hallo, ik ben Wes van der Haar, ik ben 19 jaar en ik kom eigenlijk uit Zandvoort, maar ik woon nu al 3 jaar hier op Papendal Arnhem, waar ik 2 keer per dag train met selectie. Ik ben een dubbel mix hier en ik speel in een competitie hier in de Eredivisie bij BC Dropshot in Den Haag. Wie is je favoriete badmintonner? Ik denk dat ik er 2 heb als ik eerlijk ben, eentje in de mannendubbel en eentje in de mix. In de mannendubbel is het Karsten Mogensen, omdat hij gewoon met inzicht en techniek is echt een geweldige speler. Ik heb ook het geluk gehad om 1 keertje tegen hem te mogen spelen zelfs. In de mix is dat Parveen Jordan, omdat als ik zie hoe hij aanvalt en het halfveld echt goed neerlegt en plaatst en ook met die jump smash, ja, het is gewoon echt mooi om te kijken. Wat is je lievelingseten? Ik denk dat ik dan toch voor sushi moet gaan, omdat gewoon gezellig met vrienden eten, dat het een beetje steeds in hapjes komt en het is ook gewoon echt lekker. Heb je een favoriete film? Favoriete film is wel moeilijk, want ik hou wel van films kijken, dus ik heb er ook behoorlijk wat gezien. Maar als ik dan eentje zou moeten zeggen die ook een beetje onbekend is, zou ik gaan voor The Giver.